Er is soms wel vragen over het Vlaams Expertisecentrum. Ik wil jullie nog als laatste even meenemen naar hoe dat onze visie is op dat Vlaams Expertisecentrum en een aantal ondersteunende tools die we aan het ontwikkelen zijn. In de memorie van toelichting bij het decreet lezen we dat het takenpakket van het team omgevingseffecten zal veranderen. Er zal een heroriëntatie gebeuren naar een expertisecentrum. En het expertisecentrum zal ondersteunende instrumenten moeten aanbieden om de kwaliteit en uniformiteit van milieueffectrapportage te ondersteunen. Dat betekent dus dat naast de individuele dossiers waar dat we een procesbegeleiding doen, dat we ook meer gaan werken aan het kader om ervoor te zorgen dat er voldoende informatie, richtlijnen en guidance beschikbaar zijn om op een goede manier een MER op te maken. In de nota van de Vlaamse regering lezen we ook dat dat expertisecentrum zal uitgebouwd worden als een netwerkmodel. Dus we gaan dat zeker en vast niet alleen doen. We gaan dat samen doen met alle betrokken actoren. Dat zijn in eerste instantie zeker de MER-deskundigen en de MER-coördinatoren. Ook de adviesinstanties zullen daarbij betrokken worden. En we gaan ook breder, we gaan ook kijken naar kennisinstellingen en opleidingscentra om ons daarin bij te staan. Er is een missie en een visie voor het expertisecentrum. Die kan je hier lezen. Ik ga die niet aflezen, maar mocht iemand geïnteresseerd zijn, kan je deze slide eens rustig doornemen. Die missie en die visie die leiden tot een aantal ambities die we hier samengevat hebben. We willen vooral die kennis en informatie en die ervaring die er in Vlaanderen is, die willen we gaan bundelen. Daar willen we een soort portaalsite voor maken. We gaan een belangrijke rol blijven spelen voor de kwaliteitsborging en de uniformiteit van de effectrapportage, onder andere door ook nog steeds adviezen te verlenen. We willen het aanspreekpunt zijn voor MER in Vlaanderen en uiteraard willen we ons expertisecentrum multidisciplinair opbouwen en ervoor zorgen dat het ook onafhankelijk blijft. We hebben dat vertaald in vijf functies voor het expertisecentrum. De eerste functie is referentie zijn. Dus daar zit dat stuk in waarbij we eigenlijk aanspreekpunt willen zijn voor MER. We gaan ook werken aan een kennisplatform. Een kennisplatform dat kan diensten als portaalfunctie, waar we alle informatie en wetenschappelijke onderbouwingen die we hebben gaan bundelen. Waar dat we ook zullen voor zorgen dat MER-makers snel kunnen doorlinken naar andere sites waar data en informatie beschikbaar is om hun MER op te maken. De functie voor advies te verlenen blijft ook bij het Vlaams Expertisecentrum zitten, zowel informele als formele adviezen. De formele adviesverlening, dat is dan eigenlijk de adviesverlening in de procedures. Denk bijvoorbeeld aan het scopingsadvies en het kwaliteitsadvies. Maar uiteraard zijn er ook heel wat informele adviesverleningen die ook vandaag de dag eigenlijk al gebeuren. Onder andere MER-plichtvragen, advies over interpretaties en procedures. Daarvoor blijf je terecht kunnen bij het expertisecentrum MER. Het expertisecentrum blijft ook aan procesbegeleiding doen. Wel mijn kleine noot. We lezen daar ook dat we vooral gaan focussen op processen en dus plannen en projecten met een Vlaamse dimensie of een belangrijke impact op de omgeving. Het erkennen of de erkenningssystemen, alles wat daar rond zit, komt ook naar het Vlaams Expertisecentrum. Dat betekent het toekennen van erkenningen, opvolgen en ook toezicht op de erkenningen zal ook door het Expertisecentrum MER gebeuren. We gaan ook de functie van ontwikkelaar vervullen. Dat spreekt voor zich, denk ik. Daarbij willen we vooral die praktijkgerichte kenniscreatie gaan doen. We gaan dat niet alleen doen, nog eens, we gaan dat samen doen. We hebben verschillende kennisnetwerken die we gaan opbouwen. Daaruit zouden dan handleidingen en guidances kunnen voortvloeien die ter beschikking gesteld worden op het kennisplatform. We ontwikkelen ook heel wat digitale tools waar we vandaag al mee bezig zijn en we blijven ook wel inzetten op die digitalisering om die milieueffectrapportage te ondersteunen en ervoor te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk MER's kunnen opmaken. We willen ook de functie van academie opnemen. Dat wil zeggen dat we opleidingen gaan organiseren, dat we gaan meewerken aan opleidingen en verschillende leerinterventies. We gaan ook inzetten op de visibiliteit en de positieve waardering van MER. Ik denk dat daar zeker nog wat werk voor de boeg is. En als laatste, uiteraard, we gaan het niet alleen doen, hè, maar dat netwerkmodel, dat wil zeggen dat we wel tijd moeten steken in het opbouwen van netwerken, die netwerken onderhouden. Ik denk dat het heel belangrijk is om die netwerken op te bouwen en te faciliteren, want er zijn best wel wat gedeelde opgaven die we gezamenlijk kunnen aanpakken met verschillende actoren.
Die vijf functies, om die te vervullen, gaan we ons focussen op drie kernactiviteiten. Dat wil inzetten, dat wil zeggen inzetten op dat netwerk, inzetten op de expertise en uiteraard ook op de kwaliteit van MERS en milieueffectrapportage. Met twee ondersteunende pijlers, natuurlijk communicatie, een heel belangrijke is, en de digitale ondersteuning. Als we dan over die digitale ondersteuning praten, wel een aantal zaken die we vandaag aan het ontwikkelen zijn. Als eerste een screeningstool. De screeningstool is een tool die initiatiefnemers en mermakers moet helpen, maar ook beslissingnemers en besluitvormers, om te kijken of een bepaald plan of programma of project screeningsplichtig is, dus of het volstaat om daar een screening voor te maken, of dat er toch een merm moet voor gemaakt worden. Die screeningstool zal ook nog bestaan uit een module waar dat je die kan doorlopen om de merplicht te bepalen. Dat gaat helpen natuurlijk voor mensen die iets minder thuis zijn in de bijlagen om te kijken of hun project überhaupt merplichtig is. We ontwikkelen ook een merplatform. Het merplatform is een platform waarbij dat we de procedure digitaal gaan ondersteunen. Dat zal ook verder ontwikkeld worden. Eerst gaan we naar een eerste versie die een minimale ondersteuning doet en naar gelang de tijd vordert willen we eigenlijk naar een platform dat de volledige procedure gaat ondersteunen. Het kennisplatform MER is het platform waarop dat we al die informatie gaan bundelen en beschikbaar stellen. Daar zijn we momenteel ook aan het werk. En dan hebben we nog het erkenningenplatform. Het erkenningenplatform is de digitale ondersteuning voor de aanvraag en de opvolging van erkenningen, waarbij dus ook die risicogebaseerde evaluatie zal ingebouwd worden. Op iets langere termijn werken we aan een scopingstool. Dat is iets waar we momenteel nog niet aan bezig zijn. De scopingstool is een soort vervolg van de screeningstool. Bij de scopingstool gaan we dan niet kijken of uw project of plan merkplichtig is, maar gaan we wel kijken wat de belangrijke disciplines zijn, en tot op welk detailniveau er eventueel moet gewerkt worden. Een project van langere duur, eigenlijk ook al wel zal binnenkort starten, is de Digital Twin. Maar de Digital Twin zou uiteindelijk moeten leiden tot een manier om MERS meer te digitaliseren en misschien in de toekomst echt naar een digitaal MER te gaan. Om te eindigen geef ik graag nog eventjes het woord aan Katrijn, dan kan zij het slotwoord verzorgen voor ons.